Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van paard nummer 1. Het is een merrie met een goed gevormd front. De goede halsvorm, ook voldoende lengte in de hals en een sprekend hoofd. De manen zijn misschien wat kort, maar ze zijn dik. Maar dus, als de manen op lengte zijn, dan heeft hij veel manen, dikke vacht, goede staart ook. Dus dat rastypisch is goed. In de bouw is hij iets neerwaarts gebouwd, iets gezonken in het middenstuk. Goede verhoudingen en een goede schuine schouder. Het beenwerk is droog, iets gehoekt en om de kogel zou iets droger kunnen. De stap, daar zien we graag iets meer constante regelmaat in de beweging. Dan mist hij een beetje het lichaamsgebruik. De draf heeft hij veel souplesse. Dan met veel gemak beweegt hij. Goed achterbeengebruik. Ook het voorbeen wordt goed weggezet. Maar zou wat meer over de rug moeten gaan. Druk nu de rug iets naar beneden. En we zien graag een paard meer een opwaartse manier van bewegen maken. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is in the stadboek, registered in the stadboek with a third premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 2, Senne Yveske van der Zomerdijk. Een merrie die een goed front heeft, een sprekend ook in de front heeft, ruim voldoende rasuitdrukking daarin toont. De hals is goed verticaal gesteld, voldoende sprekend hoofd. Een paard in de bouw met een goede bovenlijn. Alleen de kruishelling zien we graag iets minder hellend. Die is wat te hellend in onze ogen. Dan komt het beenwerk. Het beenwerk is droog, iets gebogen in het achterbeen, maar wel voldoende, ruim voldoende hardheid daarin. Dan de stap. De stap die zou iets meer regelmaat moeten laten zien, er ook meer ruggebruik. Voldoende in ruimte, maar we missen soms de regelmaat in de stap. En ook de buiging in het spronggewricht. De draf zou ook wat meer kwaliteit kunnen laten zien, met name in balans, in afdruk en ook in het gebruik van de bovenlijn. Gezien de ras en de ruim voldoende in de bouw, het hellende kruis hebben we in die zin een beetje vergeven, kan deze merrie opgenomen worden in het stamboek. Zonder premie. This mare is in the studbook. Is registered in the studbook without a premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Fleurtje Eida van Lohorst. Het is een merrie met ruim voldoende rastypische uitstraling. Hals die zou misschien iets langer kunnen zijn, maar is wel voldoende verticaal gesteld. Merrie is ruim lang gelijnd, iets lang misschien zelfs het middenstuk. Zou erbij ook iets gespierder kunnen zijn. Lendenpartijen zijn voldoende sterk. De kwaliteit beenwerk, daar schort het wel een beetje aan, met name in de overvullingen in de spronggewricht en ook wat een gebogen achterbeen. In de beweging en de stap, daar zien we graag meer regelmaat. Kunnen we duidelijk zien dat hij een kort langere stap maakt en met name dan ook met het rechter achterbeen waar hij wat overvuld is. Dan komen we in de draf. In de draf, dan heeft hij wel een gemakkelijke manier van bewegen. We zien graag iets meer regelmaat daar ook in. En ook een achterbeen wat meer en wat verder onder de massa wordt gezet. Gezien de kwaliteit beenwerk in combinatie ook met de stap, kan deze merrie helaas niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not registered in the studbook because the quality of the legs and the quality of the walk are not sufficient.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 5, Florine F. Het is een merrie die zeer aanspreekt in het front. De hals zal misschien iets langer kunnen, maar heeft wel een mooie boog in de bovenlijn. Sprekend hoofd, dus ruim voldoende rasuitdrukking. In de bouw, het is een paard met goede verhoudingen. Paard die ook voldoende gespierd is, ook in de bovenlijn, maar valt achter het schoft iets weg, dus iets gezonken in het middenstuk. Kruis heeft veel lengte, heeft ruim voldoende correct beenwerk, iets gebogen. En waarbij dus correct verstand, maar waarbij het iets meer kwaliteit uit kan stralen. Het paard heeft een zeer goede stap, heeft goede triet in de stap, met veel onderbrenging onder het lichaam, het achterbeen. En ook een voorbeen wat goed wordt weggezet. De draf draagt ze met veel gemak en met een goed gebruik van het achterbeen. Maar we zouden daar wel graag iets meer oprichtingen willen zien. Gezien de goede stap, goede rasuitdrukking en het gemak waarmee dit paard draaft, kan dit paard opgenomen worden in het stamboek met een ster tweede premie. Dan gaan we hier naar nummer 6. Dat is Ja, dames en heren, wij waren intussen bij een andere rubriek terechtgekomen. Dit zijn de 4 jaar en oudere stamboekmerries.
En dat was dus nummer 6 de eerste van. Het is een ruim gelijnd paard met veel lengte in het lichaam. Misschien wel graag iets meer rasuitdrukking. En dat met name wat meer verticale gestelde hals. En we zien ook graag wat meer lengte in de hals. Het heeft wel, de merrie heeft een sprekend hoofd. Dus de bouw is lang gelijnd met een lang kruis. Goede schouderpartij met veel lengte ook in de schouder. Het beenwerk iets gebogen in het achterbeen, maar het straalt kwaliteit uit. Voldoende kwaliteit uit en met brede hoeven. Iets koehakker van achteren. Dan de stap. De stap zien we graag meer ruimte. En dan zien we met name meer lichaamsgebruik, dat hij meer door het lichaam beweegt. Dat zien we ook terugkomen bij de draf. In de draf dan zien we dat het achterbeen heeft buiging, zou meer onder het lichaam geplaatst kunnen worden. En minder strak in de bovenlijn, zodat het paard meer tot balans komt. Het paard is vandaag ook weer stamboekopname. Het is een stamboekmerrie en geen premie vandaag. This mare is today a studbook mare again. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 7. Een merrie met ruim voldoende rasuitdrukking. Een hals is goed gevormd. Is ook misschien iets ook voldoende verticaal gesteld, maar we zien graag iets meer lengte in de hals. Hoofd is ruim voldoende sprekend. En de bouw, het paard, we zien graag dat het paard horizontaal of opwaarts gebouwd is. Dit paard is erg neerwaarts gebouwd en daarbij ook enigszins gezonken in het middenstuk. Goede schouderpartij, ook lengte in het kruis. Beenwerk, iets gebogen achterbeen, brede hoeven met voldoende kwaliteit uitstraling. Dan komen we de stap. Het paard heeft een ruime stap. Een stap die misschien iets meer kracht kon tonen, maar wel ver onder het lichaam wordt gebracht en met veel schoudervrijheid. In de draf, we zien een paard in de draf graag wat meer in de oprichting. Zij doet het wel met veel gemak, met voldoende souplesse,
maar graag meer opwaartse manier van beweging. Dit paard wordt vandaag bekroond met een derde premie. This mare gets today a third premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Bioke MK. Het is een rassige merrie, die iets meer lengte in de hals kon hebben, maar wel een mooie statuur toont. Met ruim voldoende verticaal gestelde hals, sprekend hoofd en ook voldoende in de manen. In de bouw is ze correct, goed in verhoudingen, maar we zien graag dat de merrie wat meer opwaarts in de romprichting is, wat neerwaarts in de romprichting. Kwaliteit meewerk is voldoende, goede hoeven en ook voldoende correct gesteld meewerk. De stap, daar zien we graag meer ruimte in de stap en meer lichaamsgebruik en ook wat meer tact. En in de draf, dat paard die heeft wel een mooi gebruik, goed gebruik zelfs van het voorbeen. Achter sluit het voldoende aan. In het geheel zien we graag meer oprichting in het draf. En met name als het paard in de rust komt, kan hij ook nog iets meer de bovenlijn aantrekken. Maar heeft wel een goed cijfer verder op de draf gekregen. Dit paard wordt vandaag bekroond met een derde premie. Gezien de ras, de bouw en de correcte manier van draven. This mare, number 8, gets a third premium today.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 9, Alger LM. Het is een zeer rastypische hengst met veel front, goed verticaal gestelde hals, sprekend hoofd en met veel manen. De hals komt iets zwaar uit de borst. De bouw, we zien graag het paard iets meer opwaarts, maar het paard heeft goede verhoudingen en ruim voldoende aansluitingen in de bovenlijn. De beenkwaliteit is hard en droog. De voorstand kan correcter. De stap, dat is een beetje de bottleneck bij dit paard. Die zien we graag meer takt en ook meer ruimte in de beweging en meer lichaamsgebruik. In de draf, dan draaft het paard met veel gemak, veel lossigheid, met name ook in de voorhand. Met een goed wegzettend voorbeen. Achterbeen komt wat van ver en daardoor zou hij misschien iets meer balans kunnen tonen. Gezien de stap, en dat is echt een beetje spijtig voor dit paard, maar gezien de stap kan dit paard vandaag niet ster worden verklaard. This mare is no star stallion today, because the walk is not sufficient enough. Ben je mee aan het heren?
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 10. Een paard met correcte verhoudingen, met ruim voldoende rasuitdrukking. Hals is verticaal gesteld, sprekend hoofd. Paard met goede aansluitingen in de bovenlijn. Zou iets meer lengte in het beenwerk kunnen tonen, maar wel een horizontale romprichting. Het beenwerk is iets gebogen, maar straalt verder. Een goede hoeven straalt verder kwaliteit uit. Het is hard en droog beenwerk. De stap, daar zien we graag meer ruimte. Voldoende in de takt, maar het is erg kort. En ook weinig schoudervrijheid erin. Dan zien we graag iets meer lichaamsgebruik. De draf, dan toont deze hengst ook met veel lossigheid in de voorhand. Een gemakkelijke manier van draven. Maar dit paard zou ook het achterbeen ietsje sneller onder de massa moeten brengen. Voldoende buiging in het spronggewicht. Heeft verder ook wel een ruim voldoende cijfer op de draf gekregen. Maar we zien graag toch iets meer kracht gewoon kracht in de manier van beweging. Gezien de stap kan deze hengst vandaag niet ster worden verklaard. This stallion is no star stallion today because the walk is not sufficient.